Irene Milene heeft zich niet populair gemaakt bij haar collega's door een vuige roddel te verspreiden over een feestje van Shownieuws. Ze stelt dat twee collega's daar tijdens een intiem onderrondje zijn betrapt in de kast en suggereert dat er ook een presentator bij betrokken was. Aangezien ze er zelf niet bij was, is het een kwestie van afstrepen. Collega Diantha Brooks bracht direct een statement naar buiten dat zij niet in die kast zat, ze was er namelijk niet bij en dan blijven er nog twee opties over, Tooske Ragas en Manuel Venderbos. Ze hebben beiden een reputatie op dit vlak, maar Manuel is het verdachtst, hij is ook al eens rampetampend betrapt terwijl hij vreemd ging in zijn auto. Zowel Tooske als Manuel hebben vooralsnog niet gereageerd en dat kan twee dingen betekenen, of ze willen verder geen aandacht schenken aan deze roddel of ze hebben een afspraak met elkaar gemaakt. Als een van de twee in die kast zat, komt hij of zij in zwaar weer te zitten als de ander ontkent. Dan kun je immers alleen nog maar liegen op opbiechten. De hele rel wordt dus doodgezwegen, terwijl het allemaal behoorlijk juicy is en het waar gebeurd lijkt, het verhaal komt immers bij Shownieuws zelf vandaan en Diantha heeft reeds expliciet ontkend. Volgens het Juice-kanaal Juice Channel is Irene in een lange excuusmail inmiddels diep door het stof gegaan bij haar collega's. Toch lijkt dit niet op iedereen effect te hebben. Patty Bart heeft namelijk genadeloos hard uitgehaald naar Irene toen zij na dit kastverhaal ook nog met haar ordinaire BH-anekdote op de proppen kwam. Wat een stupide aandachttrekkend gebral, reageerde ze onder Aaron's post op Instagram. En deze opmerking, duidelijk geen grap, staat er nog altijd. Patty is de enige die zich publiekelijk uitspreekt tegen Irene en het lijkt erop dat Manuel zich daarin gesteund voelt. Hij plaatst vandaag, voor de eerste keer, een selfie met alleen Patty op zijn Instagram. Pinky Pinky met mijn onnavolgbare, maar oh zo lieve tv-moedertje, Patty Bart, hashtag late night hashtag talking, staat erbij. Late night talking? Over hun gemene collega Irene? Het zou zomaar kunnen. Eén ding is duidelijk, het rommelt achter de schermen van Shownieuws. Irene maakt sowieso nooit een uitzending met Manuel of Tooske, ze bekleden dezelfde functie maar deed dat tot voor kort wel met Patty. Die zijn de laatste tijd echter niet meer samen in de studio gespot. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.